Sorry, Wouter Bos. We zijn weer te laat. Twee minuten te laat. Excuus, Wouter Bos. Dit was S afkikker van vandaag. Tot morgen. Nee, dat zullen we niet doen. Hè? Nee, ik kan niet maken. 30 april 2020. Wat is er? Ja? Vroeger was het. Je bent aan het vertellen. Koninginnedag. Maar ja. Nu zitten we weer lekker tegenover elkaar. Nou, wij hebben tenminste de stream gestart. Er zijn ook mensen die gewoon niet hun stream starten. Wie dan? Vef gisteravond. Ja, arme Vef. En Vef was net... Domme, heel de avond klaar. Dus wacht, het enige. Vef was net... wat was het ook weer? Partner geworden bij Twitch? Ja, geen idee hoe dat werkt. Nou, dat is gelijk misgegaan. Het grote geld is binnengekomen in Diemen. En dan zie je gelijk dat hij er niet mee... kan er niet mee omgaan. Vef kiest altijd voor het grote geld. Hè? Fox Sports eerst al. Ja. Nu partner worden met Twitch. Ja, hij schijnt er niet uitgekomen te zijn nu. Hè? Hij schijnt over te gaan naar Al Jazeera. Vef. Vind ik een goede stap. Nee hoor, Feffie. Ik denk dat Feffie wel zo in het... Feffie is altijd een beetje later, zeg maar. Feff komt meestal 5 over 12, 10 over 12. Ja, we zouden nu eigenlijk gaan skypen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan zo meteen skypen met Jack van Leeuwen. Voorzitter van Haagse Bluf. Supportersvereniging van Aden Haag. Straks gaan we skypen met iemand die speciaal voor FC Afkikken de wekker heeft gezet in Argentinië. Dat vind je wel echt uitstekend, een legend. Ja. Remy Leeman, want ja, daar hebben ze ook een beslissing genomen. En die is voor een Argentijnse legend heel goed uitgepakt. Meer zeggen we niet. En we hebben weer de quiz. Quiz Chris tegen... Chris Quiz. Chris Quiz tegen een nieuwe deelnemer. Waar we wel betere verwachtingen van hebben dan de twee laatste. Nou, die gewoon met angst in de ogen keken naar... Ik denk dat het weer een makkie wordt voor Chris. Oké. Even kijken. Broes, nou, als we nog geen Skyver hebben. We proberen nog iemand te bespreken. Want we zouden het gaan hebben over NAC. Over de karaktermoord die gisteren is gepleegd op Tom van de Abele in BN De Stem. Ik denk dat de beide Telegraaf mensen elkaar aankeken van... Oh, als dit de standaard is, toch? Nou ja, het was alweer duidelijk dat er iemand opengeklapt was bij NAC, toch? Iemand? IJzinga is weg. Ja. Denk je dat dit het laatste zeg maar, actie is geweest van IJzinga? Nou ja, ik bedoel, IJzinga is weggegaan en dat schijnt wat je overal leest en in het persbericht is dat natuurlijk een verschil over de visie met de RVC onder andere. Ja. En dat zou gaan over het functioneren van de Abele. Dus ja, als maar, van de Abele daar blijft en IJzinga gaat weg en er staat zo'n stuk in de krant. Ja. Stop eens even met schoppen tegen die tafel. Dan lijkt het me duidelijk wie er gesproken heeft, toch? Maar wat vond je ervan? Zeg maar, toen je het las. Heb je toen echt met, zoals dat het zo mooi heet, met open mond zitten lezen? Nee, dat niet. Maar wel dat ik dacht van... Het wordt wel heel duidelijk dat IJzinga gewoon volledig open is geklapt en alles gewoon heeft verteld. Ik bedoel, er staat in dat stuk staat toch over de spelers die zijn aangetrokken. En dan wordt er over de spelers die wel geslaagd zijn. Dus kijk naar een Boussaïd, een Van Hekken die doorgebroken is. Daar worden allemaal andere redenen voor gegeven. Maar natuurlijk de spelers die mislukt zijn, wat er gewoon ook heel veel zijn. Laten we zo zeggen, hij heeft ook niet heel veel goede spelers binnengehaald, toch? Nee, Jean-Paul Van Hekken kwam natuurlijk even uit de jeugdopleiding. Ja. Hè? En Boussaïd is gehuurd natuurlijk. Ja, Boussaïd en Haaien en nog meer. Die kwamen, dat werd gezegd, die komen allemaal uit het scoutingsnetwerk van die nieuwe scout, die Peter Maas, volgens mij. Ja. En bij alle miskopen werd het volledig bij hem gelegd. Lijkt me op zich terecht. Maar dan weet je wel dat het... dat er wat aan de hand is. Ja, maar dat er wat aan de hand is, is sowieso. Want we zagen een tweetje voorbij komen van Maarten Verbund. Het zou echt prima voorbij kunnen komen in onze quiz trouwens. Hoeveel directeuren kan je opnoemen die de afgelopen 10 jaar bij NAC hebben gewerkt? Het zijn er 2, 4, 6, 8. 12 directieleden en 12 trainers. Lekker zeg. Ja. Wel een goede kustvraag. Bouw dan maar eens wat op. Ja. Toch?
Ja, is ook zo. Maar het is natuurlijk wel... Mensen die al jaren daar op de B-side staan en zo, die zeggen... We zijn ook gewoon een Feyenoord in het klein, want dat is het ook, hè. Als het goed gaat, dan gaat die hele club erachter staan, gaat het publiek erachter staan. Maar als het slecht is, dan is het ook echt slecht. En dan, ja, dan weet je, uit alle gaten komen dan mensen zetten, meningen zetten, de stromingen komen. Het is gewoon zo bizar hoe dat werkt. Ja, is dat zo bizar? Nou ja. Werkt toch, eigenlijk is dat bij elk club toch zo? Nee, hoezo? Want bij elk club, als de algemeen directeur wordt ontslagen of stapt op, dan komt er vanuit alle hoeken komen er lekkere dingetjes. Het gaat om de algemeen directeur zo vaak opstapt. Maar, en dat is natuurlijk niet... Ja, maar we hebben wel vaker besproken, toch? Bij NSC heb je een vrij grote wisseling van Bijvoorbeeld bij FC Utrecht is Wilco van Schaik opgestapt en daar is niet heel veel aan de hand geweest, zeg maar. Nee, klopt, maar ik bedoel meer... Als er wordt opgestapt na een conflict. Oh, in een zo. Conflict situatie. Ja, maar ik bedoel meer. Bij NAC zijn er. Weet je, en dat. Er zijn gewoon heel veel stromingen. En zolang die stromingen blijven bestaan, gaat er ook nooit beleid gevoerd worden. Ja, Willem Wijs stond niet tussen de namen. Maar die valt misschien. Als er ook nog interim mensen ertussen gaan. Dan voeten. Had het niet gepast in de tweet. Nee. Maar ja, ik denk dat het gewoon. Het is vooral vermakelijk voor... Nou, vermakelijk is trouwens niet juist hoor, want ik zat een artikel te lezen en het was echt gewoon schaamte. Weet je, met bepaalde schaamte lees je zo'n artikel. Dat ik denk dat je daar ook voor laat lenen als journalist. Kijk, dat je zeg maar een opinie schrijft over iemand, dat is prima. Maar dit is gewoon... Weet je, en er is wel hoor en wederhoor gepleegd, ja. Want Tom van der Abele reageert daar ook op. Maar het is zo dik aangezet. En wat ik nu hoor uit de kringen in NAC is dat, Luc IJsinga had al meerdere malen aangegeven van, ja, deze man, wat er ook gebeurt, weet je, ik kan hier niks mee. Nee. Hij had eigenlijk wel verwacht dat hij als algemene directeur, weet je, had gezegd, oké. Wat je nu hoort is dat de RVC wel heel erg gelooft in Van der Abele, toch? Ja. En dat daar ook dat er daardoor is gekozen, of tenminste gekozen, dat IJsinga dat gewoon volledig niet had. Ja, dan heb je een groot verschil van visie. En de technisch directeur kan je zeggen wat je wil, maar die heeft een vrij grote rol natuurlijk binnen een voetbalclub. Zeker, ja. Dat snap ik wel, dat een verschil in visie is die niet te overkomen is, zeg maar. Nee. Maar hoe nu verder, hè? Want nieuwe algemeen directeur schijnt vanmiddag gepresenteerd te worden. Nou, in dat persbericht stond ook al van, om een vacuüm te voorkomen hebben we het al geregeld. Ja. Lijkt me ook niet helemaal fijn, toch? Maar wat lijkt je niet fijn dan? Nou, ik vind... Maar dit speelt dus al wel echt langer dat hij ook echt zou willen opstappen. Ja. Anders, je kan wel zeggen, parallel aan de gesprekken hebben we gezocht naar een nieuwe algemeen directeur. Maar dat doe je niet binnen één dag, toch? Ja. Dus het is niet sinds hij is opgestapt, hebben ze binnen één dag... lijkt me niet goed als je binnen een dag al een nieuw iemand heeft, toch? Ja, nee. Wat wel echt heel gek is, want het is eigenlijk hoe het altijd met trainers gaat, toch? Weet je, dat er een trainer uitgaat en de dag daarna een nieuwe trainer. Dit is nu ook gewoon... Maar wat ik hier... We hebben het best wel in deze voetballoze periode gehad over reconstructies. Ah, dit is er ook wel eentje hoor, bij NAC. Want er is dus een machtsstrijd gaande. Normaal gesproken staat de algemene directeur hoger in de hiërarchie dan de technisch directeur. Maar dus iemand in de raad van commissarissen of meerdere mensen in de raad van commissarissen hebben ze gewoon achter de TD geschaard. Ja. Ja. Best gek. Ja, dat is toch wel heel gek. En ja, Luc IJsinga, het is niet fijn, want bij Heerenveen... Was het al niet Hosanna toen hij daar wegging? Nu bij NAC ook niet. Ja, dan is het toch, weet je, wat wordt zijn volgende club? Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Hoewel je natuurlijk ook wel weer goede verhalen hoort over hem, toch? Over hoe hij algemeen directeur is. Ja? Nou, ik heb op zich niet... Nou ja, best, als je kijkt, zeg maar, naar hoe de organisatie is aangepast, zeg maar. En dat er voor wat er voor verschillende... stafleden bijvoorbeeld zijn toegevoegd. Ja, ik weet niet in hoeverre dat onder Van der Abele valt en onder hoever onder IJsinga. Nee. Wat wel natuurlijk interessant is, is dat Hiballa is gekomen op voorspraak van IJsinga. Die schijnen ook een goede relatie te hebben. Nou, lijkt me sterk dat
dat Hiballa allereerst... Ik denk niet dat Hiballa dat zegt, hier heb je mijn contract, de groeten. Maar loyaal aan de algemeen directeur. Nee, dat denk ik niet. Maar ik, ja, ik denk dat het wel heel interessant wordt om te zien, zeg maar... voor zeg maar, welke ontwikkeling dit op NAC ook heeft. Ja. Zeg maar, ook richting de toekomst. Ja, ondertussen... Ik ben benieuwd. Dit vind ik een goede, inhoudelijke vraag in de chat. Hoeveel haarlak gebruik jij 's ochtends? Ik gebruik geen haarlak. Ja, jij ziet mij hier wel eens mijn haar doen, dus dan zie je toch... Nou, heb nog nooit gezien. Je komt hier altijd... Staat hier een potje gel op tafel. Ja, maar je komt hier altijd gelikt aan. Nee hoor. Want ik ben dus, de laatst waaide het echt keihard en jij kan strak... Ook niet. Want ik ben hier best wel vaak hardlopen naartoe gekomen met een petje op. Dus dan doe ik mijn haar hier. Ja. Dus geen haarlak in... Oh, nou, je zou zeggen van wel. Ja, en ook nee, ik verf ook niet mijn haar. Maar dat kan je denk ik niet zien op de camera. Dat je hier gewoon lekker allemaal grijze plukken hebt. Als ik het kort heb, zie je wat meer grijze haren dan als het lang is. Dus zit die vrouw ook nog steeds bij NAC? Welke vrouw? Nicole Edelenbos. Ja, dat is dus jammer. Ik wil dus nu eigenlijk wat NAC mensen spreken. Alleen meer mensen nemen niet een telefoon op. Wel echt trouwens leuk dat het over het uiterlijk gaat van mensen van ons hier. Is prima, maar we proberen gewoon over NAC te hebben. En niemand heeft over NAC. Het gaat nu ook over welk FM-game... Maar dat zou impliceren dat de mensen een fuck geven om onze mening. Nou, denk het is wel dat je inschakelt. Nou ja, misschien denken we ook niet... misschien moeten we het gewoon ook helemaal niet meer over voetbal hebben. Nee, fuck voetbal. Even kijken. FM... Ja, waar zit je bij FM? Jij zat bij... Ik heb al twee weken niet gespeeld. Portsmouth, toch? Nee, Cambuur. Oh, je bent ontslagen bij Portsmouth, sorry. Ja, klopt. Cambuur. Heb je al twee weken? Nee, dat is niet vorige week speelde je toch? Nee, ik heb echt... Ja, nee, ik denk al twee weken geleden. Oké. Okay. Kan even checken. Ja, we hebben Ferry geprobeerd te bellen. Alleen Ferry neemt niet op, Vreggen. Maar mocht je over NAC mee willen praten, ben je NAC-supporter... bel in. Dat hebben we ook al een maand niet meer gedaan. Vroeger konden mensen nog inbellen, hè, Broes? Ja, maar ons tegoed is op Skype. Dat is geen grap. Nee. En ik ben Cork City. Nou, ik ben niet zo snel mijn pik getrapt hoor, Robbie. Zeker niet door jou. Jij. You. Door you. Ja, twee weken geleden, laatste keer. En je zit nu te kijken, FM. Ja. Ik ben Cork City. Ik heb me helaas niet geplaatst voor de Champions League in het tweede seizoen. In de laatste ronde best wel ver gekomen nog, door Celtic uitschakeld. En ik heb nu twee wedstrijden in de Europa League gespeeld. Eerst gewonnen van Limassol. En ik heb net bij Besiktas verloren met 2-0 bij Cork City. Even kijken. Ja, nou, laten we. Je had nog nieuws voor de show toen we begonnen. Over... Weet ik even niet. 10 minuten geleden. Nee, over het nieuws in Duitsland. Over toch wel een van de Duitse supersterren. Ik weet echt niet waar je het over hebt. Timo Werner. Oh, ja. Nou ja, die had tegen. Volgens Bild gaat hij niet naar Bayern omdat hij graag naar Liverpool wilt. Begrijp je dat of niet? Dat begrijp ik heel goed. Ik zou ook wel naar Liverpool willen. Liever dan Liverpool Bayern? Was, tuurlijk, man. Beste ploeg van de wereld. Ja. Toch? Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je in München gaat wonen, dat je in je eigen land kan blijven. Ja, tuurlijk. Maar het is... Ja. Ik weet niet waar je beter verdient, trouwens. Nee, maar ja... Nou, okay. De grond van spelen? Als ik voor mezelf... Ik denk dat Werner perfect zou passen bij Liverpool. Maar welke positie ga je hem neerzetten? In de spits. Dus of links. Dus dan gaat hij dus... Hij wordt dus eigenlijk de ideale 12e man. Of denk je dat hij vrij snel iemand eruit speelt? Nou ja, als je kijkt hoe vaak ze met Origi hebben gespeeld. Dit seizoen, in de punt. Dan denk ik dat je het heel goed af kan wisselen. Ik denk dat Werner er perfect bij past. Met de druk zetten en dus zijn snelheid die hij heeft. Ik denk dat dat heel goed zou passen. Zowel als vervanger van Mané als van Firmino. Ja, ja, het is wel interessant, want we hebben het al vaak over gehad. Weet je, ook met Hakim Ziyech, weet je, als hij naar Liverpool zou gaan, wat zou zijn rol worden? Gaat hij iemand uitspelen? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Alleen, ik denk dat het wel heel goed is dat ze überhaupt al iemand erbij halen die misschien nu nog niet direct het niveau is, maar wel uiteindelijk in potentie... Maar denk je dat Werner niet het niveau is nu van Liverpool? Als je mag kiezen tussen Firmino en Werner? Ja, maar dat is ook een stukje speelstijl, toch? Ja, maar dat is precies wat ik dus zeg. Dus in potentie
kan die de mensen die er nu spelen voorbij, zeg maar, met de groeipotentie die hij heeft. Maar juist dat het er heel dichtbij ligt, dat, ja. Ik denk dat dat heel interessant is. Oh, er komen toch wel voetbalinhoudelijke vragen. Dag van de Arbeid is waarom? Morgen. Dat is 1 mei. Wij hebben dan gewoon een uitzending, dus Hans kan gewoon kijken, Hansie. Ja, er zijn clubs begonnen met trainen. RKC zagen we gisteren. We zagen Helene Hendricks vloggend voorbij komen. Milan van Dongen heeft natuurlijk al wat interviewtjes gedraaid gisteren. Ajax met handschoentjes trainen. Zagen ja. Per Schuurs ja, niet eens. Dat zag een beetje gek uit. Ja, dat is het enige. Ja. Maar ben je blij dat ze weer gaan trainen? Zeg maar, dat ze weer begonnen zijn? Ik heb daar geen emotie bij. Nee, maar wat vind je ervan? Prima. Als je de emotie weglaat. Prima. Ja, goed. Als het weer kan, volgens alle richtlijnen, is dat toch prima. Ik denk dat het goed is voor de spelers dat ze weer aan de slag gaan. Ja. Maar ja, zoals alles. Als het veilig kan, lijkt het me wat mij betreft prima. Wat ik heb gezien van RKC en van Ajax, is die afstand is er genoeg. Is het echt best wel individueel. Met kleine groepjes. Ja. Ja, prima toch? Het is ook wel gek, want als je dan... We hadden van de week natuurlijk Dick Lukien, hadden we Hans de Koning, dat ze overleggen, dat ze gaan overleggen ook met de directie en met de spelersgroep. Want ergens, je werkt natuurlijk toe naar 1 september, ja. Dat ze dan weer gaan voetballen. Dus er moet ook ergens nu, ze trainen nu bijvoorbeeld nog even door, maar dan gaat er dus ook een vakantie komen, voordat ze dan weer de voorbereiding gaan beginnen. Ja. Ja, dat lijkt me dus heel... Maar dat is op zich logisch, toch? Want dat zou anders nu ook zo zijn. Ja, nu zouden ze aan het zeg maar de laatste maand ingaan van het reguliere seizoen. Zeg ja. Nee, maar het lijkt me gewoon voor het systeem van hoe een voetballichaam is gebouwd door de jaren heen, zeg maar. Met, weet je, met pieken en hoe dat allemaal is gegaan. Dat me ja, heel interessant lijkt hoe je, zeg maar, opbouwt naar 1 september. Ja, 100%, omdat je zoveel... zoveel wedstrijden mis. Maar voor de rest proberen ze dat toch juist enigszins normaal te houden door nu weer te gaan trainen. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, nee. Ze proberen toch hetzelfde ritme te krijgen als wat ja. Er toen was. Ja, alleen dat ritme is natuurlijk... Ik ben wel heel interessant, zeg maar, of je een heel groot verschil gaat aantreffen, zeg maar, in de intensiteit van wedstrijden. Tuurlijk. Zeg maar. Ja, want... Tuurlijk, ze hebben 5-6 maanden niet gevoetbald. Nee. Frech had trouwens wel een goede vraag. Als de richtlijnen het meer toelaat voor 1 september wel oefende wel eens achter gesloten deuren? Ja, als richtlijnen toelaten. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Omdat spelers dan al echt best wel snel in contact weer gaan treden. Ik bedoel, je ontkomt niet aan contact, aan lichamelijk contact. Maar weet je, ja. Ik denk niet dat het realistisch is. Maar... Nee. Nee. Nou ja, ja, je ontkomt niet aan lichamelijk contact. Dat is het hele ding natuurlijk, ja. Dat is het hele ding. Wat ook wel interessant is natuurlijk, hè, of we dan uiteindelijk wel met publiek gaan spelen, of niet met publiek. Nou, de kans lijkt, de clubs houden hiervan rekening tot 1 januari zonder publiek. We hebben de clubs er al heel veel over gehoord. Supportersvereniging eigenlijk niet. Is dat mooi dat we iemand hebben wachten voor ons, die daar ons vanuit het Haagse perspectief in ieder geval wat meer over kan vertellen. Dag Jacco, goedemiddag. Nee, we horen jou niet. Misschien sta je op mute ergens. We horen je nog steeds niet. Hij komt zo terug, denk ik. Zo, heb jij je gebarentaal gestuurd? Nou, als iemand zo... ja. Ja, geen idee. Nou, misschien zonder oortjes proberen of even opnieuw bellen. Dat kan ook, maar goed. Geen publiek is natuurlijk wel een ding. Ik snap dat het voetbal door moet. Alleen, je zou bijvoorbeeld wel in Nederland kunnen stellen, ze moeten ook wel voetballen. Maar in Nederland zijn we zo gebaat bij publiek. Zeg maar ook naar het verdienmodel van clubs. Ja, maar ja, wat niet kan, dat kan niet, toch? Ik bedoel, ja, ik vind dat echt een discussie op een ander niveau. Sorry, maar ik bedoel, als er gevoetbald kan worden, is dat toch altijd prioriteit nummer 1. Ja, dat supporters er dan later bijkomen. Ja, wat mij betreft is dat iets waar ik me minder druk over maak, omdat dan dat er überhaupt weer gevoetbald wordt. Ja. Krijgen we er dan net zoveel zin meer in om voetbal te gaan kijken, denk je? Ik wel, denk ik. Ja? Ja. Ook als je wedstrijden in lege stadions gaat zien? Ja, tuurlijk, man. Heb jij niet dat je het nu echt tering erg mist? Ik mis heel erg het voetbal hoe ik het ken. Okay. Ik heb Juve Inter zitten kijken. Ik moet zeggen, ik heb 2 wedstrijden zonder publiek helemaal zitten kijken. Juve Inter, toen dacht ik echt, wat zit ik te kijken? Weet je, dat was echt alsof ik een wedstrijd in januari
in Abu Dhabi zat te kijken, voor mijn gevoel. Of gewoon ergens, weet je, bij een amateurclub. En ja. Valencia-Atalanta was het tegenovergestelde. Want die speelde alsof er niks op het spel stond. Ja, precies. Maar dat is toch wel omdat je eraan gewend bent dat het met supporters wordt gespeeld. En nu ga je toch heel je standaard veranderen. Dat is toch... Je standaard verandert nu, toch? Ja, ja nee, maar dat bedoel ik. Maar nou dus ja, ik weet niet of ik zin heb in die standaard. Oké, dus geen voetbal of voetbal zonder publiek? Ja, kijk. Ja, maar ik bedoel meer om te... weet je, ik ben gewoon heel benieuwd, en dat is ook gissen hoor, van hoe het eruit komt te zien uiteindelijk. Ja, maar daarom heb je liever geen voetbal of voetbal zonder publiek? Ik kan het dus niet overoordelen, zeg maar, want wat ik... Hoezo, je hebt toch Juve Inter gezien? Ja, nee, die twee wedstrijden die ik heb gezien, ik vond het leuk om te zien, zeker die tweede wedstrijd, maar het gaf wel een compleet ander beeld, zeg maar. En het is, laat ik vooropstellen, hè, als je echt moet kiezen, zwart-wit, dan kies je voor voetbal. Ja. Want dat maar... Ja, maar je hebt toch vergelijkingsmateriaal, namelijk nu en die twee wedstrijden die in een week waren. Ja. Ja, nee, maar als je daarnaar kijkt, dan wil je gewoon... Je wil gewoon sowieso voetbal gaan kijken. Alleen, ja, ik weet niet, ik denk dat ik het heel, heel moeilijk mee ga hebben. Gewoon vooral omdat... Ja, het gevoel wat je erbij hebt. Juist omdat wedstrijden... Weet je, beslissingen, emotie en dat soort dingen. Ik zag dat bijvoorbeeld heel erg weinig in die twee wedstrijden. Ja, maar dat komt... Ja. Maar misschien gaan we wel helemaal... emotie bij spelers. Nee, maar misschien gaan we wel helemaal terug naar de kern van hoe het voetbal ooit gespeeld werd, zeg maar. Zonder dat mensen zich lieten beïnvloeden door het publiek en dat soort dingen. Want dat hebben we nu best wel veel, dat mensen in een emotie reageren of ageren. Dat blijft toch houden. Je zit volop in adrenaline. Ja, maar ik denk dat die adrenaline dus minder is als er minder publiek is. Denk niet. Ik denk het wel. Als ik nu, best wel veel spelers de laatste periode, nee, dat die ook zeggen dat je juist wordt, als je een stadion inloopt, dat dat wat met je doet, met je adrenaline. Maar tuurlijk doet dat wat. Maar je zit nog steeds volop in adrenaline, want het gaat... Nee, maar dus de adrenaline wordt minder, wat is wat ze zeggen. Maar je zit er nog steeds wel heel erg in. Ja, maar dat ben ik dus benieuwd. Want als zij, de spelers die dat wekelijks meemaken, dat die zeggen, ja, je wordt mede gepakt door het hele mede. Publiek. Ja. Maar daarom, je hebt toch nog, er zijn toch superveel andere factoren, namelijk het spel zelf, je directe tegenstander, het winnen, ja, doelpunt te maken. Tuurlijk wordt het anders, maar wat ik zeg, je standaard gaat veranderen, maar dat betekent niet dat het hele intentie weg. Nee, maar dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat de hele intentie, maar juist zeg maar dus de beslissingen die, ik denk dat heel vaak met beslissingen zeg maar richting zij mede gevormd worden door het publiek dat losgaat, ja, maar dat je mag daarin je ook vinden. Gesterkt voelt, zeg maar. Ja, dat, ik vind ook dat je dat mag vinden. Ik ben het er alleen niet mee eens. Ja. We gaan het gewoon weer proberen met Jacco. Kijken of Jacco... Nou, Jacco hoorde ons wel, maar horen wij nu ook Jacco? Dat is de grote vraag. Potverdikkie, nog steeds niet. Nee, nog steeds niet. En het is wel mooi, want Jacco is nu aan het kijken. Die gaat nu zijn oortjes erin doen. En we horen je nog steeds niet. Nee. Ik denk dat er ergens iets op mute staat bij hem, of niet? Dat zou kunnen, ja. Nou ja, dan blijf gewoon even wachten. Het is wel... het is wel... de meest succesvolle show tot nu toe. Toch? Wat zegt de chat eigenlijk, Bruce? Ik ben even aan het kijken. Okay. Niet zoveel. Ik wil gewoon sport zien... Maakt me allemaal niet uit. Honkbal, voetbal, NFL. Kunnen de tribunes niet vervangen voor enorme ledschermen dan met 50.000 support in de Zoom call? Ik zag in Amerika had je dus afgelopen week, waar heel veel mensen naar gekeken hebben, de NFL draft, hè, waar zeg maar de spelers vanuit de universiteit worden gekozen door de NFL teams. En de gasten van mij, en normaal zeg maar de baas van de NFL wordt altijd uitgejoeld, zeg maar, als die daar op het podium staat. Het is niet een heel populaire man. Maar die was nu dus thuis zat hij, want hij moest ook thuis alles aankondigen. Toen was een enorme Zoom call gedaan, waar hij in uitgejoeld werd om toch maar dat voor elkaar te krijgen. Dat vond ik wel mee. Jever Jacco, ja Jacco, wat is er? Laten we hopen dat we Jacco zo nog even kunnen spreken, want bij ADO is natuurlijk ook wel wat aan de hand. Bruce, kan je even kijken met de regie of daar wat misgaat? Zou niet durven. Nee, Yannick is er weer. Yannick is er weer. Ja. Dus, het ligt 100% niet aan Yannick, dat kan gewoon niet. Nee. Pieter van der Warenburg, die zegt, wat vinden jullie van het voorstel van Frankrijk?
daar wel promotiedegradatie, of dat invloed gaat hebben op Nederland. Nou, ik, voor mij hebben we dat gisteren in de uitzending ook gezegd, dat elke bond is verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen. Dat heeft dus eigenlijk niet te maken met hoe andere bonden stemmen. Want wij hebben het natuurlijk gisteren gehad over, wat Christian Visser gaf aan Schotland voor mij. En hij gaf nog een voorbeeld, België misschien. Maar uiteindelijk... België en Schotland, zei je. Ja, maar uiteindelijk denk je niet dat het heel veel invloed over gaat hebben. Wat we nu wel zien is dat de CED, hè, dat we de geluiden hoorden uit de Eerste Divisie, toch voor zijn voor 20 clubs in de Eredivisie. Het zouden dus 18 clubs in de KKD zijn. Mocht dat gebeuren, ja, dan gaat het wel interessant worden natuurlijk. Omdat de meerderheid van de Eredivisie clubs waren hier sowieso al voor. Als de KKD daar ook helemaal achter staat, die algemene ledenvergadering er komt... Ja, dan nog hoeft de KNVB het niet nee. te doen. KNVB... Dus... Maar ik denk wel, als dit gebeurt, denk ik, Bruce, dat je dan niet voet bij stuk kan houden als KNVB zijnde. Als het, zeg maar, maar waarom niet? Je leden... Ja. Ik zeg niet dat... Kijk, als het unaniem is, ja, dan lijkt het me helemaal bizar dat jij de leden zeggen, wij vinden dit oké, okay, wij zijn... Wij willen best concessies doen ook aan... Want er moeten concessies gedaan worden, hè, met geld en met... Maar wij vinden dat allemaal oké, want we willen solidair zijn met elkaar. En dat je dan als KNVB zegt... Ja. Wij doen iets anders. Ja, maar ja, er liggen natuurlijk nog wel meer obstakels. Die versterkte degradatieregeling dat jaar erop. Ja, dat zijn dus de consequenties. Ja, maar dat zijn ook dingen die je helemaal moet uitwerken. Op welke manier dat het eerlijkste is. Ja, ik bedoel meer om te zeggen dat er ruimte ligt, zeg maar. In de optie 1 is dit altijd geweest, hè? In ieder geval als we de drie opties, maar die ging al heel snel van tafel. Ik vind het wel interessant. Hallo? Hallo, met wie? Er wordt gebeld. Jaron had een goede vraag. Welke club heeft er... Even, moet ik even teruggaan. Welke topclub in Nederland zou het meeste profijt hebben van spelen zonder supporters? Nou, ik denk dat het niet fijn is om... Feyenoord heeft er heel erg last van, in de Kuip. Ajax denk ik ook wel, dat het ook imponeert. Ik denk dan AZ. AZ is het gewend. Die hebben een heel seizoen in Den Haag gespeeld. Ja, goeie. Ja, zeker. Ik vind dat moeilijk. Ik denk dat supporters kunnen 100%... Of tenminste, die kunnen sowieso helpen. Daar geloof ik in. Maar ik denk dat je uiteindelijk wel... dat andere dingen de doorslag geven. Ik geloof nooit eigenlijk dat supporters de doorslag geven in een wedstrijd. Ja. Dennis de Meer staat dat. De AOV staat boven de KNVB. De Algemene Ledenvergadering. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Misschien andere mensen die dat kunnen zeggen. Ja, Vitesse. Maar we hadden het over een top... Hallo! Ik word er bijna weggeblazen in de studio. Hallo, Jacco. Ja, hij lijkt het te doen. Ja, lekker zeg. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik zie jullie niet. Ik heb hem op de telefoon gezet en dan werkt het blijkbaar wel. Dus, Oké, nou wij zien je wel. We horen je wel. Dus allereerst mooi dat het gelukt is, Jacco. Heel fijn allemaal. Spelen zonder publiek. Hoe leeft dat onder de Haagse supporters? Nou ja, kijk, als het echt... maar dan ook echt totaal niet anders kan, dan ontkom je daar niet aan. Maar in principe is het betaalde voetbal natuurlijk gemaakt om het publiek te spelen. Ja, nee. Ik hoorde net op de discussie erover. Ik heb de wedstrijd Juventus-Inter heb ik ook zitten kijken zonder publiek. Ja. Ik ben een keer of 40 in dat stadion geweest. En we hebben een vriendschapsband met de Juventus-supporters. En zonder publiek, sorry hoor, maar het was niet om aan te gluren. De sfeer is totaal weg. Het is toch een stukje adrenaline wat je mist. Zeker. Ook bij de spelers hadden het erover. Ja, het is een stuk minder leuk. Nee, maar ik denk dat... Broes en ik denken er allebei anders over. Maar ik denk dat we daar wel over eens zijn. Dat het totaal andere beleving is om zo'n wedstrijd te krijgen. Ja, sowieso. Maar ik denk dat je standaard dus heel erg mee verandert. Ja. Dat is ook zeker zo. Jacco, het is best wel een roerige week geweest in de tijd zonder voetbal. Zeker in Den Haag. Allereerst gefeliciteerd dat jullie nog een jaar Eredivisie spelen. Ja, dankjewel. Zag je die aankomen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat tot het moment dat we dat vrijdag te horen kregen op het parkeerterrein...
dat het beide kanten uit kon vallen. En ja, als je de verhalen een beetje hoorde, zou die ook wel eens heel slecht uit kunnen vallen. Maar dat viel gelukkig mee. Ja, het viel zeker mee, want ADO blijft voorlopig nog in. Een dag later werd voor mij bekend dat Alan Pardew dat het contract niet verlengd werd. Hij had sowieso voor mij een contract voor een half jaar, hè, om ADO erin te houden. Teleurgesteld dat Pardew weer terug gaat naar Engeland? Nou, nee. Ik denk dat het een gelukkig huwelijk is geweest tussen de club en Pardew. Aan de andere kant, achteraf is het altijd vrij makkelijk natuurlijk om te zeggen dat Pardew niet functioneerde. Was ik het er wel mee eens met die aanstelling. Alleen ja, de versterkingen, de acht die ze haalden, dat waren nou niet bepaald spelers in de categorie van, we gaan Europa in. Nee, dat was sowieso heel interessant geweest als jullie Europa ingegaan waren. Maar ik bedoel meer, er wordt dan een technisch beleid gemaakt bij ADO. En dan halen ze Alan Pardew. Nou, dat was natuurlijk wel een interessante man. Maar de spelers die er vervolgens kwamen, ja, hoe leeft dat onder supporters? Ja, nou ja, het waren natuurlijk allemaal onbekenden. En ik kan er wel een paar opnoemen die ook destijds heel onbekend bij Den Haag binnenkwamen. Die wel een succes waren. Ja. Alleen bij deze acht lukt dat niet. Nee. Het waren spelers die uit de tweede divisie kwamen. Uit de eerste divisie in Engeland. Niet echt super hoog hadden gespeeld. Maar wel uit opleidingen kwamen waarvan je misschien wat mag verwachten. Ja. Nee, we wachten niet wat we hoopten, waardoor we weer omhoog zouden kunnen kijken. Ja. Dat is niet gelukt. Nee. En dan zijn opvolger, voor mij moet dat alleen nog bekendgemaakt worden, officieel. Maar in ieder geval, Maurice Steijn wil graag naar ADO en voor mij wil ADO graag Maurice Steijn. Toch? We gaan er wel vanuit dat dat rond gaat komen, toch? Ja, daar schijnen ze in de winterstop ook mee gesproken te hebben. Kijk, Maurice heeft natuurlijk één voordeel. Het is een Haagse jongen. Kent de cultuur. Hij heeft zich in de afgelopen 6 jaar, nadat hij bij Den Haag weg is gegaan, ook ontwikkeld. Dus ik denk dat een hoop supporters dat wel degelijk zullen toejuichen. Ja. Alleen hoop ik ook echt dat Maurice de kans krijgt om ook echt volledig opnieuw te beginnen. En, op het moment dat hij natuurlijk de vorige keer ontslagen is, was in een situatie dat we er ook slecht voor stonden. Ja. En ja, ik sta er in principe wel achter, hoor, dat Maurice terugkomt. Ja, nou, hij heeft het uiteindelijk heel goed gedaan in zijn periode bij VVV. Daar heeft hij gewoon een stabiele Eredivisieclub van gemaakt. En budget wat niet al te hoog was, dus dat kan wel. Bij Den Haag staan we natuurlijk voor een complete renovatie. Ja. Dus dat biedt wel perspectief. Ja. Hoe kijk je er eigenlijk naar? We hebben het in het begin van de uitzending over NAC gehad. Dat het altijd onrustig is. Dat er altijd wel wat te doen is. Nou, ADO is voor mij ook nooit heel rustig. Zeker niet als je de laatste jaren kijkt. Hè, met de nieuwe eigenaar. Met directeuren die komen en gaan. Trainers die komen en gaan. Hoe kijk je daar als supporter naar? Ja, never a dull moment in Den Haag. aan de andere kant is dat ook het bewijs dat die club leeft. Natuurlijk is het goed als je wat continuïteit hebt. Laten we hopen dat deze directeur wat langer kan blijven zitten en de kans krijgt om er wat van te maken. Dat we een trainer krijgen die goed spelersmateriaal kan halen. Ik heb zelf zoiets van, alle clubs zullen nu terug moeten door het coronacrisis. Misschien is dit wel het moment waarop we echt blij kunnen zijn met een eigenaar als UVS. Ja, zeker. Ja. Dat je kan zeggen van UVS, als je slim bent, dan handhaaf je de begroting. Ja. Alle andere clubs zullen een stuk terug moeten. Dat betekent dat jij goed kan investeren. Maar ook dat je denk ik de 6e of 7e begroting hebt in Nederland. Ja. Waardoor je misschien veel sneller in staat bent om structureel omhoog te gaan kijken wat men wil. In plaats van op de helft van het seizoen je af moet te vragen van naar welke play-offs moeten we straks gaan kijken. Ja, eens. Ja, kijk, het enige is natuurlijk wel, ik weet niet hoe zwaar de coronacrisis UVS heeft geraakt in China. Dat is natuurlijk ook even afwachten. Hè? Daar hebben we op dit moment natuurlijk nog geen duidelijkheid over. Wat wel in ieder geval duidelijk is geworden in Den Haag, dat er weer een club minder met kunstgras is in het betaalde voetbal. Want Adena gaat over op natuurgras. Ja, het veld is eruit gehaald en ze zijn nu bezig de onderlaag eruit te slopen. Ja. Dat betekent dat wanneer we straks weer mogen gaan voetballen,
te maken hebben met een gasveld, een echt gasveld, dus dat het weer dat de pollen weer de lucht in kunnen. Nou, we hebben natuurlijk een erkende schoffelaar als Tom Postdijk in het team. Dus ik verwacht dat er elke twee weken in het strafschopgebied wel een stukje bijgelegd kan worden. Nee, maar dit is hoe het voetbal gespeeld wordt te worden. Ja. Een sliding waarbij je brandwonden oploopt. Kom op mensen, het is toch niet meer van deze tijd. Een lekkere natte gasmat, het ruiken van het gas. Wat mij betreft gaan ze er ook wel uit, die gasmatjes. Hé, maar Jacco, van plastic. Eigenlijk alleen maar goede dingen in Den Haag deze dagen. Ja, maar ik denk ook, er gebeurt toch genoeg negativiteit om ons heen. Ik bedoel, we leven allemaal in een... ik werk ook thuis nu. Ja. We leven allemaal in een situatie waarin een ernstig virus rondwaart door Nederland, waar een hoop mensen overleden zijn. Bijna elke familie kent iemand wel die daarmee te maken heeft gehad. Laten we ons dan nog even lekker druk gaan maken over het voetbal wat niet doorgaat. Of alle dingen die niet goed zijn gegaan. Laten we juist proberen om... we weten dat de competitie is afgelopen. Achteruit kijken heeft geen zin. Nee. We moeten met met goede hoop naar de toekomst gaan kijken. En de toekomst is toch altijd positief. Zo. Ja. Die komt op een tegel hier. Ja. Of die hangt bij jou op een tegel, of niet, Jacco? Ik denk als ik 2 minuten doorga, dat ik volgende week presentator ben. Nou, zo, dat ben je nu al, hoor. Als je wil. Ja. Oh, dat kan altijd. Zeker, hoor. Nee, maar... wij zijn serieus, hè, Jacco? Jij zegt als grapje. Nou ja, de chat wil jou ook al een paar weken kaal. Als we gewoon Jacco neerzetten, dan zijn we klaar. Ja. Ik bedoel... We zijn er! We zijn er. We hebben een kale presentator. Let's go. Oké. Mijn kapper doet gewoon nog steeds 2 weken zijn werk, zoals je ziet. Goed dit. En dag 3 ook nog. Nee, maar dat zijn natuurlijk wel de dingen. Er is al zoveel negativiteit. We moeten oppassen dat er clubs gaan omvallen en zo. Ik denk dat wij hebben afgelopen vrijdag een geschenkje gehad. Ja. In de, dat we erin mogen blijven na een seizoen waarin dat er eventjes niet uitzag. Dat we erin zouden blijven. Dat de start zou van een positief begin. En laten we hopen dat we volgend jaar misschien weer wat meer naar boven kunnen kijken. Nou ja. Ik help trouwens, ik krijg straks op mijn donder van Joop Buit, die hebben jullie ook wel een keer in de... Ik ben vergeten mijn stetson op te zetten, dus Heb je wel... Hey, lekker, Joopie Buit. Heb je de laatste single gecheckt van Joopie? Van Joop? Misschien is dat de reden waarom ik net geen geluid had. Maar per se, nou, Joop is een wereldman, Joop het merk. Ik heb toevallig op een Insta... berichtje voorbij dat iemand in de auto naar zijn muziek aan het luisteren was. Ik kan zo genieten van die man. Daar zit geen kwaad in. Die heeft altijd lol in zijn leven. Ja. Dat is denk ik, die past dan ook uitstekend bij die positieve gedachten die ik heb proberen uit te gooien. Zo is Joop ook het leven. Zo is het. Mooi gesproken. Kunnen wij nog wat van leren, Niel? Kunnen wij zeker wat van leren. Tot volgende week, Jacco. Ja. Leuk. Leuk dat je hier op de bank zit. Wat zei je? Leuk dat je volgende week hier op de bank zit als presentator. Ja, dat is goed, joh. Jullie hebben mijn nummer, dus contact me maar. Ik vind het leuk. Oké. Nou, tot volgende week, Joost. Goed, Jacco. Dat is hetgene wat denk ik de meeste supporters missen. Dat je lekker met je maat op die tribune over voetbal kan praten. En over voetbal kunnen we 24/7 praten. Ja, nee, dus, dat 100% zeker. Jacco, dankjewel. Graag gedaan. Goede reclame voor de Stetson. Groeten aan Jopie. En we spreken elkaar. Oké, hey, succes hè. Yo. Hoi. 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 Mooi. Ja, zeker. Mooi. Voor de mensen die denken, zometeen komt de quiz. Vandaag geen quiz. Zo niet. Ja, ik krijg het net door uit de regie. Wat dan? Ja, het werkt niet op dit moment. Dus, God. Ja, maar we gaan wel zometeen skypen met Argentinië. Dat wel, natuurlijk. Maar je moet wel even aan... verwachtingsmanagement doen, hè? Mensen zitten er dan klaar voor. Ja, je ziet hoe groot de teleurstelling bij mij al is. Ja, zeker. Op zich ook alweer lekker. Even een dag geen Chris. Ruben Monsman zegt het goed. Misschien hadden we wel tegen Jacco moeten zitten. Zeggen dat we in Amsterdam zitten. Ja, dat zat ik nog te denken, maar ik dacht, laat ik het niet verpesten. Wat ben je scherp vandaag trouwens. De chat wil een kale presentator.
Dan red je me wel. Ja, nou, het is ook een stukje zelfbescherming. Ja. De Nederlandse... Anders. Wat zei je? Niks. Nee, zeg maar. Nee. Ja, dat mag gewoon. Schande. Wat een geweldige show vandaag. Nou, Tim Menting boos. Wouter boos. Moeten we het nog over Newcastle hebben? Of een andere keer. Kan ook. Nou ja. Morgen bijvoorbeeld. Morgen kunnen we het heel lang uit over Newcastle hebben. We gaan het zo straks nog even over NAC hebben. We gaan proberen of Ferry of Joost nog even te pakken kunnen krijgen. Maar eerst... leggen wij verbinding met Buenos Aires. Buenos Aires. Bijna goed gedaan, toch Remy? Ja, gaat goed hoor. Klinkt heel professioneel. Hey Remy, je hebt de wekker moeten zetten, hè? Ja, nou ja, het is hier, even kijken, 8:10 in de ochtend. Dus ik heb er maar een sterke kopje matte bij gepakt. Lekker man. Het smaakt goed. Ja. Dus ik ben er helemaal klaar voor, jongens. Ja, hey, wat ik wel heel mooi vind, want we hadden gisteren even contact. We gaan het zo hebben natuurlijk over het einde van de Argentijnse competitie. Maar toen zei ik, ja, je kan ook een videootje interviewen. Toen zei jij, nee. Hè, ik wil even dan ook wel contact hebben met jullie in de studio. Ja, zoveel sociaal contact heb ik natuurlijk niet de laatste tijd. Want we zitten hier al sinds 20 maart in lockdown. Dus ja. De deur uit, dat kan niet. Dus het is leuk om eens iemand te spreken. Ja, hoe erg is de lockdown als we het bijvoorbeeld vergelijken hier met Nederland in Argentinië? Ja, veel strenger. Wij mogen de deur eigenlijk niet uit, behalve om boodschappen te doen of naar de apotheek te gaan. Ja. Maar voor de rest moet je gewoon binnen blijven. Dus de enige keer dat ik de deur open doe, dat is als de boodschappen worden bezorgd. Ja. Want voor de rest mag je eigenlijk gewoon niet naar buiten. En als je dat wel doet, dan moet je mondkapje op en zo. Dus ze nemen het hier best wel serieus. En nou ja, dat is maar goed ook. Het aantal gevallen valt hier best wel mee. Oké. Okay. Daardoor. Ja. Het is een land dat voor mij voornamelijk, in ieder geval als ik de verhalen altijd hoor van mensen die in Argentinië zeggen, wij vooral op straat leven, buiten leven, dat is Argentinië. Dat lijkt me dan wel extra zwaar. Ja, zeker. En dan hier in de stad als Buenos Aires wonen de meeste mensen ook in van die piepkleine appartementjes. Ja. Dus ja, ik moet er niet aan denken als je met een gezin van 6 of 7 op 70 vierkante meter zit. Dat is natuurlijk een drama. Wat dat betreft heb ik het hier goed. Ik zit hier thuis met mijn vrouw. En mijn grootste zorg op dit moment is dat de Nespresso-capsules wel op tijd worden bezorgd. Maar dat is absoluut niet de situatie voor de gemiddelde Argentijn. Die heeft het loodzwaar op dit moment. Ja, in Nederland brak er bijna een volksopstand uit over de ontknoping van het Eredivisie en KKD-seizoen van dit jaar. Over de beslissingen richting volgend jaar. In Argentinië is er ook een beslissing gevallen. Daar is het... ik wilde zeggen bijna hetzelfde. Nee, daar is het dus niet hetzelfde. Want voor mij hebben ze de competitie ook gewoon gestopt per nu. De ranglijst erbij gepakt voor... Niet de Europese plekken, maar voor de Zuid-Amerikaanse plekken. Hè, voor wie er volgend jaar in de Copa's mogen spelen. Maar wel het bijzondere is dat er geen degradatie is. En dat zei ik al in de aankondiging van deze show. Dat zorgt voor een van de grootste Argentijnse voetballers ooit voor opluchting, hè? Ja, nou ja, Maradona die in september vorig jaar als coach was aangesteld bij Gimnasia uit La Plata. Ja. Die had eigenlijk een klein wonder nodig om niet te degraderen met zijn club. Het team was toch wel eigenlijk een beetje brandhout. Dat kun je Maradona misschien niet zozeer kwalijk nemen. Maar hij zei zelf eigenlijk, dit is de tweede hand van God. Zei hij dat? Hij zei, het is de tweede hand van God. Het wonder is geschied. Maradona zit nog steeds in de Primera División met zijn club. En dat zal die voorlopig ook blijven. Want het is niet alleen zo dat er dit jaar geen degradatie zal zijn. Nee. Maar dat geldt ook voor het volgende seizoen. Ah, oké. Okay. Wauw. Ja, dus de competitie wordt gewoon uitgebreid. Ja, want dat is wel het verschil met Nederland bijvoorbeeld. Want de volgende promotiewedstrijden, dat las ik. Ja, die gaan dus wel door. Hè. Men weet nog niet precies hoe... en wanneer. Het enige wat men weet is dat het in ieder geval zonder publiek zal zijn. Want de rest van het jaar is er geen publiek welkom in de Argentijnse stadions. Maar het is in ieder geval zo dat uit de Argentijnse eerste divisie... twee teams zullen promoveren naar de Primera División. Dus het aantal teams neemt ook toe in de Primera División. En dat zijn er nu al 24. En ja, als je dus de komende 2 jaar wel twee promovendi erbij krijgt, dan zit je daar dus gewoon met 28 teams in de Primera División. Ja, want dit jaar promoveren er dan 2 en dat jaar erop ook.
Precies, dat is in ieder geval nu het plan. Ja. Maar de Argentijnse Bond, hè, wat jullie vorige week een beetje in Nederland hebben meegemaakt met de KNVB, dat is hier een beetje vaste prik. Regels worden snel veranderd. Het aantal degradanten werd afgelopen seizoen ook ineens halverwege de competitie verlaagd van 3-2. De regels zijn hier wel veel minder stabiel dan in Nederland. Dus dit is in ieder geval wat men nu van plan is. Maar om heel eerlijk te zijn, dat kan over een paar maanden gewoon weer veranderen. Ja. Zou dat, en geldt dat dan voor die competities daaronder ook? Zouden dan naar op het tweede niveau ook daar wel weer teams bij komen? Of, want anders wordt die competitie wel heel leeg. Ja, als het goed is, schuift het helemaal door vanuit de lagere competities. En dat is natuurlijk aan de ene kant wel een soort goedmakertje voor clubs. Want dat betekent wel dat niemand er in ieder geval op achteruit gaat. Dus dat is aantrekkelijk voor de clubs. Ja. Want die hebben het op dit moment loodzwaar. Kijk, je moet bedenken dat bijvoorbeeld tv-gelden in Argentinië, dat stelt niet zoveel voor. Kijk, een club als River Plate of Boca, die krijgen 3 ton per maand in euro's. Dat is natuurlijk een leuk bedrag. Maar dat geldt niet voor, ik noem maar een club, Platense uit de eerste divisie. Voor dat soort teams zijn bijvoorbeeld de inkomsten van de contributie van de leden, want het zijn hier geen BVO's, maar verenigingen, die zijn ontzettend belangrijk. En op dit moment betaalt ongeveer de helft van de fans de contributie bij een club niet. Omdat met de coronacrisis hebben zij wel wat anders aan hun hoofd. En dit land zit al in een diepe economische crisis. Dus er zijn de clubs die hebben hun spelers al maanden niet betaald. Nee. Dus als er nu een voorstel komt vanuit de bond, de spelerssalarissen moeten omlaag. Dan kun je voorstellen dat heel veel spelers daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Omdat die al gewoon al maanden geen geld krijgen. Nee. En dat zijn natuurlijk niet de grote helden. Kijk, Carlos Tevez die krijgt zijn geld, zal zijn geld wel op tijd krijgen. Ja. Maar dat geldt niet voor de rechtsback van Atlanta. Die verdient misschien €400 per maand in de eerste divisie. Dat is zelfs hier onvoldoende geld om er goed van rond te komen. Het is wel allemaal wel heel heftig wat er ook gebeurt. Alleen, is er dan wel sprake van solidariteit zeg maar onder Argentijnse clubs? Waar een beetje nu in Nederland natuurlijk steeds naar elkaar wordt gekeken. Met modder wordt gegooid naar elkaar. Hoe is dat daar? Ja, ik heb niet het idee dat de clubs onderling, dat daar veel oneenigheid leeft. Dat is ook wel eens anders geweest. Ja. Maar het is vooral een grote kloof tussen wat de spelers willen enerzijds. Ja. En wat de voetbalbond wil. En die spelers zelf, die maken ook wel solidaire gebaren hoor. Ik las bijvoorbeeld gisteren dat het team van River Plate heeft gezegd, ons salaris dat is op dit moment niet zo belangrijk. We willen eerst dat de mensen die bij de club werken, dat die hun salaris krijgen. Nou, en dan zien we daarna wel of er nog geld over is om ons te betalen. Maar goed, dat is misschien ook wat makkelijker voor hun. Zeker. Want zij zijn toch wel, zij verdienen wat meer dan de gemiddelde Argentijnse voetballer. Is ook zo. Tot slot wel iets heel moois wat ik voorbij is gekomen van mij op je Twitter-account. Dat je op de Argentijnse radio over de Nederlandse competitie mocht praten, toch? Ja, zeker. Ja, dus ik vertel niet alleen aan jullie wat er hier gebeurt, maar ik mag ook in Argentinië vertellen over wat er in Nederland gebeurt. Dat was wel de eerste keer, toch? Of niet? Om eerlijk te zijn kostte me dat toch wel wat moeite om dat allemaal uit te leggen. Het waren een beetje het Argentijnse toestanden bij jullie. Jezus, Ja, inderdaad. Dat is inderdaad zo. Nou, ik wil in ieder geval danken, Remy, dat je zo vroeg bent opgestaan. En ik neem aan dat de ontwikkelingen daar ook gewoon doorgaan. Ik denk dat we er nog wel wat ontwikkelingen zullen gaan volgen, ook in Argentinië. Hou ons op de hoogte. Geniet van je mate. En we spreken elkaar. Sterker daar. Tot snel. Yo, Remy. Hoi. Ciao. Hoi. Ik vond het wel echt heel mooi dat hij dus op de Argentijnse radio over de Eredivisie en de KKD. Dat is ook mooi als zij zegt, helemaal niet zo raar. Ja, maar wat is er dan zo bijzonder? Heel goed. We gaan zo nog even contact proberen te leggen met Breda. Met iemand die ons wat meer kan vertellen over NAC. Geen quiz, zoals we al eerder zeiden, helaas. Dus vandaag geen quiz. Jij wilt het hebben over Newcastle? Nou ja, is wel wat gaande, toch? Ja, maar vertel, wat wil je erover kwijt? Nou, ik ben wel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Of daar na de, als het seizoen weer hervat wordt met de nieuwe eigenaar, of daar echt tering veel miljoenen in worden gestoken. Ja. Dus ook hele goede spelers. Ja. Of dat ze enigszins normaal gaan doen. Ik denk dat ze het eerst gaan doen. Ik denk ook. Ik denk dat het gewoon heel opportunistisch, denk je niet? Ja, dat zei ik. Ik ben wel benieuwd wat voor soort spelers, op welk gedeelte ze zich gaan richten. Ja, het gek is ook wel als je het artikel, dat heb ik voor mij 2 weken gelezen op The Athletic, ging over de Ashley, voor mij, de eigenaar van Newcastle. Ja. En hoe dat zich ooit ontwikkeld heeft, zeg maar.
Ja, dat is wel echt heel, heel gek. Want het is een keiharde zakenman die keihard, zeg maar, echt mensen, zeg maar, competitors heeft afgezet in het verleden. Of echt uit de markt heeft gedreven. Maar als je ziet hoe hij dat dan nu van Newcastle, hoe hij daar eigenlijk zoveel geld op heeft verloren, zeg maar. Ja, dat is... Voetbalclubs, hè? Ja. Het is een andere wereld, man. Ja. Maar dat komt denk ik ook heel erg omdat er gewoon heel veel... ook passie in meespeelt en dat het toch heel anders werkt dan dat je puur een ander soort bedrijf hebt, ja, denk ik. Maar het is wel natuurlijk, want het gaat nu naar de zandbak, hè? Newcastle. In ieder geval als we de verhalen mogen geloven. Hè? Ik ben wel echt heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren, zeg maar. Toch? Ja, denk je dat we een City 2 krijgen? Dat vind ik wel moeilijk om te zeggen. Dat is het. City de eerste jaren was natuurlijk ook anders. Die hebben natuurlijk onder Guardiola wel een ander traject ingezet. Ja. In het begin was dat ook wel. Maar als je kijkt naar wat voor de categorie spelers die zij toen kochten. Was een beetje Compagnie, Aguero, David Silva in die beginperiode. Nou, als je nu aan dat soort die categorie spelers gaat denken, nou, dan krijg je best wel krijg je mooie spelers nu. Ja. Overigens las ik, het was op de site bij de NOS. Wacht even. Dat piraterij kan zand in de machine gooien. weet je wat? Je hebt beIN Sport. Die betaalt elk jaar miljoenen om de Premier League uit te mogen zenden. Maar ondervindt in de golfregio concurrentie van een piratenzender. Die illegaal wedstrijden uitzendt. De zender doet dat via satellietkanalen die in handen zijn van de Saoedische overheid. Hey, maar dus de rechterhouder wordt dwarsgezet door de nieuwe eigenaar van Newcastle. Die piraten... Oh. En in, ja, lachen. Vond ik wel een mooie twist. Maar goed, later over Newcastle. We gaan het hebben over Newcastle in het klein. Kunnen we wel over hebben, toch? NAC Breda. Ja. Met voetbaltwitteraar van het jaar. Nog steeds. Hallo. Hallo, voetbaltwitteraar van het jaar, Ferry. We hebben nog tegen Newcastle gespeeld, hè? Een paar jaar geleden. Zeker. Maar dat waren ook tijden. Ja, zo, dat waren nog tijden, toch? Intertoto? Nee, gewoon nu even. Oké, okay. Intertoto was tegen Villarreal of niet? Of was het ook gewoon... Nee, was ook een Wiffer Cup. Intertoto tegen Rosenborg. Rosenborg, zo. Dat waren nog tijden, hè? Hey, leuk dat er weer wat aan de hand is met NAC, toch? Het was al zo'n tijdje rustig. Het was even rustig, hè? Dus het komt wel weer. Ja, nee, maar het is toch wel eigenlijk heel raar. Jij leest gisteren dat verhaal in BN De Stem. Wat denk jij dan als supporter? Op dat moment denk ik van, nou, daar gaan we weer. Hè? Het begint weer. Ja. Het voordeel van voetbaltwitteraar zijn is dat er opeens allemaal mensen in je inbox komen. Ja. Dus ik weet dat er al een hoop meer achtergrond. Maar vertel. Ja, het is amateurisme ten top. Nou, wat weet je van de achtergrond? Nou, dat eigenlijk op het moment dat IJzinga, de algemeen directeur, dat die is aangesteld. Ik geloof dat ze daar anderhalve week later al spijt van hadden. En eigenlijk was het vanaf januari al wel duidelijk dat hij eruit moest. Ja. Maar ze wilden het eigenlijk op een nette manier doen na het seizoen. Hè, dat we in ieder geval het seizoen fatsoenlijk af kunnen sluiten. En één deze dagen zou het eigenlijk bekend gaan worden. Ja. En toen dacht de heer IJzinga van, als ik val, dan neem ik nog even mijn technisch directeur ook mee in mijn val. Maar dat viel wel mee, toch, in dat artikel van BN De Stem? Dat heeft hij toch heel netjes verwoord? Dat heeft hij heel netjes verwoord tegen een onafhankelijke journalist. Dus, Ja, ik ben nu wel benieuwd, want laten we die journalist ook voor wat het is. Maar ik als je dat dan leest, dat... Kijk, wij lezen hier ook best wel veel over Ajax en hoe Ajax kapot wordt gemaakt. Of bepaalde mensen van Ajax kapot worden gemaakt in de krant van Wakker Nederland. Maar ik denk dat ik zelden zo'n karaktermoord heb gezien in een zichzelf respecterende krant. Ja, dat klopt. Ja, zo zie ik het. Nee, maar ik zat me echt serieus toen ik dat... Want ik vroeg aan jou, zat je met open... Nou, ik kan me herinneren dat jij dit ook volgens mij een beetje zei met Willem Wijs toen, met die situatie. Ja, maar met Willem Wijs, kijk, ik had natuurlijk ook wel gewoon informatie, niet alleen van Willem, maar van andere mensen binnen de club ook, dat het gewoon niet waar was wat er werd gezegd. En uiteindelijk is dat ook gedeeltelijk ook uiteindelijk zo naar buiten gekomen, vooral omdat Hiballa zei, wat heel leuk was, dat Tom van de Abelen zei, Willem wilde niet. En dat Hiballa toen 2 weken later zei, ik wilde het niet. Ja. Nou, toen kwam dat alweer allemaal naar buiten. Maar dit vind ik veel heftiger, want
terecht wat Barry zegt. Ferry. Sorry Barry. Je hebt gewoon een namenprobleempje vandaag. Niet alleen vandaag. maar dat het meer zoiets is van... En het is wel mooi wat jij zei. Dat eigenlijk het einde van IJsinga was al in zicht. IJsinga heeft natuurlijk al langer geprobeerd om Tom van de Abele te lozen, zeg maar. Hij wilde er al veel langer vanaf. Alleen dat is hem niet gelukt. En dit voelt echt zoiets van, nou ja, ik gooi nog één keer alles eruit. En nou, even kijken wie dat op wil schrijven. Zo kwam het een beetje bij mij over. Nou, precies waar je zegt. Ja, op mij ook. Ja. En dan heeft hij een lokale krant gevonden die dat heel graag opschrijft. Ja. En heeft hij nog lekker aandikt. En er is een nieuwe rel geboren. Ja. Ja, hoe leeft dit onder NAC-supporters? Is het dan zoiets van, oké, nou ja, dit zal wel? Of is er ook nog een beetje zo van, ja, we snappen dat Tom het misschien niet zo goed gedaan heeft, maar dit gaat wel echt een brug te ver? Nou, dat laatste. Je merkt onder NAC-supporters eigenlijk wel dat iedereen er helemaal klaar mee is. Hè? Dat er weer ellende, weer iemand die iets nieuws moet gaan opbouwen. En inderdaad, iedereen ziet wel hè, dat het allemaal nog niet vanzelf gaat. Ook hè, met de TD met Van der Belen. Maar de meerderheid heeft wel zoiets van... Ja, geven we in ieder geval de kans. Laten we het in ieder geval even proberen. Voordat we meteen weer iemand tot de grond toe afzagen. En weer dat we weer opnieuw moeten beginnen. En het is ook altijd in dezelfde periode. En deze periode valt het te halen. Ja. Nu moeten de contacten gelegd worden met nieuwe spelers. En ondertussen gebeurt er bij NAC waarschijnlijk mooi niks. Nee. Vandaag wordt de nieuwe algemeen directeur bekendgemaakt, hè? Ja, vandaag of morgen. Ik weet niet, het was niet van voor het weekend. Is die de nieuwe naam ook al in jouw DM gesleden? Of misschien wel de nieuwe algemeen directeur? Nee, de nieuwe naam mocht ik nog niet weten. Maar het was in ieder geval iemand met meer ervaring. Dus niet iemand die er nieuw instapte. Dat was eigenlijk. Hè, want NAC heeft heel veel aandeelhouders. Ja. En er zijn er drie van die betalen het meest, dus die hebben het meeste te zeggen. En die hebben tot nu toe eigenlijk allemaal via eigen mensen. Heel de verkeerde keuzes gemaakt met aanstellingen. Ja. En die hebben nu eigenlijk ook met de coronacrisis andere zaken in hun hoofd. Dus die hebben nu eigenlijk voor het eerst gezet tegen de raad van commissarissen van nou, zorg jullie maar dat er capabele mensen komen en wij vertrouwen op jullie. Dus okay. Dat is voor mij al een stap in de goede richting in ieder geval. Maar betekent... Dus ik heb wel vertrouwen in dat het gaat komen nu. Betekent dat Nicole Edelenbos nu weer mag uitkiezen wie ze wil aanstellen of niet? Nicole Edelenbos, die bellen ze nooit meer, heb ik gehoord. die staat er ook... Oké, even een top 3 maken. Wie er het slechtst op staat onder het NAC-publiek. Je moet kiezen uit de namen Tom van de Abele, Luc IJsinga en Nicole Edelenbos. Wie staat er het allerslechtst op? Nou, dat is Edelenbos, sowieso. Ja, ik... Ik ben voor 2 jaar actief geweest en die heeft ook niks goed gedaan in die 2 jaar, dus... Nee, dat is absoluut de hoofdpersoon in heel deze kwestie. En ja, onbegrijpelijk voor mij dat die drie grote aandeelhouders daar het vertrouwen in hebben gehad. Ja. En wat Van der Abele en IJsinga betreft, ja, ik denk dat die ongeveer gelijk staan. We kunnen allebei niet echt overtuigen. Nee. Maar wat de meesten nu hebben gezien, is van ja, laat ze dan in ieder geval nu Van der Abele laten even zitten en geef hem even de kans om er nog wat van te maken. Ja, het enige wat ik denk, en dan zie ik dat artikel staan in BN de Stem van die Tom van de Abele, die reageert dan wel, maar die reageert dan zo netjes. Dan denk ik, Bruce, stel, Ferry interviewt mij over jou en ik loop helemaal leeg over jou en ik maak je echt helemaal kapot. Zou jij dan net zoals Tom van de Abele heel netjes reageren? Ik zou volop alle dirt die ik heb over jou, zou ik volle bak aan Ferry geven. Ja, maar dit moet je niet aan Ferry doen, want Ferry is een vriend van mij. Want Ferry is een bevriende journalist van mij. Ferry schrijft alles namens mij op. Ja. Ja, maar die Hoorn en Wederhorst stond er wel onderaan, toch? Ja. Stond ja. Onderaan hetzelfde artikel. Dan, wat is de concurrent van BN de Stem? Van morgen ja. Tom van haar benen met een verhaal komt. Dat heeft die Brood wel gedaan, hè? Die is toen naar de landelijke dagbladen gegaan. Ja, die is naar de Telegraaf. Die mocht in de Telegraaf zijn verhaal doen, toch? Wat zei? Die mocht in de Telegraaf... Ik zou ook naar de Telegraaf gaan dan, denk ik. Ja? Ja. Tom van der Abele. Ja, nou, ik heb heel veel mensen in België gesproken die echt met open mond hebben gelezen van hoe mensen zo geschoffeerd kunnen worden in de pers, zeg maar. Gewoon mensen van een betaald voetbalorganisatie. Want ja, terecht wat jij aan het begin van de uitzending zei, je kan een opsomming maken van de fouten die hij heeft gemaakt of de ongelukkige mensen die hij heeft gehaald. Maar het kan ook...
het kan ook een heel kritisch stuk zijn vanuit jouw eigen rol, toch? Ja. Alleen, hierin zaten zoveel dingetjes die je niet kan weten zonder heel veel inside information, zeg maar. Ja. Dat het wel duidelijk was, volgens mij, dat het van IJzinga kwam. Ja, en ook wat mij dan ook opviel, van, daar gingen ze alle miskopen langs. Maar bijvoorbeeld in Riera, wat een rotsende branding is achterin, en Stout die er weg, die werd niet genoemd. Die uitgevraagd zijn, die werden niet genoemd. Nee, dat is ook zo. Ik had trouwens, ik dacht, nou ja, weet je, zo netjes als Luc IJzinga ook in de krant staat. Dus ik had Luc IJzinga wel een bericht gestuurd, maar hij doet voorlopig geen verdere mededelingen. Dus ik heb hem heel veel sterkte en succes gemerkt. Dus, als je moet kiezen, wie heb je liever bij de club? Ted van Leeuw of Robert Maaskant? Ted van Leeuw. Maar ik zit te denken, je zou ze ook gewoon allebei aan kunnen stellen. Robert Maaskant is namelijk nog nooit in zijn leven algemeen directeur geweest. En ook nog nooit ontslagen dan, hè, die functie. Dus dan moet de eerste zijn. Nee, dit zou toch legendarisch zijn. Robert Maaskant, algemeen directeur. En Ted van Leeuw, technisch directeur. Misschien en Hiballa trainer. Misschien moet NAC nog één keer Pierre van Hooijdonk polsen of hij een functie wil doen binnen de club. Nou ja, ik denk dat Dat is dat. Nee, ik heb nog steeds zelf het idee dat die van de KNVB Matthijs Manders dat die het doet. Matthijs Manders? Ja, want die was de vorige keer met IJzinga eigenlijk als laatste overgebleven als kans hebben. Maar die had eigenlijk als eis dat hij gewoon zelf kon handelen en niet iedere week verslag op te leggen aan de aandeelhouders. En de aandeelhouders hadden liever een marionet zoals IJzinga, precies wat zij willen. Ja. En daardoor is Matthijs Manders toen afgehaakt, maar ik geloof niet dat dat nu ook heel lekker gaat bij de KNVB. Nou, laat ik zo zeggen, aan zijn stoelpoten wordt behoorlijk gezaagd in de ECV, waar hij natuurlijk voorzitter van is. Dus dat zegt toch de ECV, zei directeur. Ja. Dus dat zou Graden. Ja. Dus dat doe zat hij bij het Graden-mannetje. Bij VI, toch? Ja, het was wel mooi altijd. Ja. Nou, wij hebben hem hier ook wel gehad, toch? Als Graden-mannetje? Nee, niet als Graden-mannetje. Nee, we hebben hem nog voordat de beslissingen en zo werden genomen. Lijkt echt 2 jaar geleden, maar goed. Ferry, dankjewel. Mensen in de chat willen we trouwens vragen. Waar ben je geweest met de auto en waar ben je nu naar op weg? Vrij privé vraag. Ja, de chat vraagt het, hè? Maar het is geen corona gebleken. Nee, ik heb de controle. Het ziekenhuis. Ik kom net op een keer reizen. Oh, oké. Okay. Nou, dan weten de mensen dat ook. Ik wil je enorm danken, Ferry. Voor deze toelichting. En als meer mensen in je DM glijden met informatie, dan maak ze openbaar, wil niet. Nee, maar Ferry doet het al. Ferry maakt het al openbaar. Alleen niet de mensen. Dus. Als Matthijs Manders het wordt, dan gaat dan eigenlijk de vlag uit bij jou? Nou, dan kijken we weer 8 maanden verder, hè, hoe het dan raden wordt. Dus dat is ongeveer de termijn. Dus, Oké. Ferry, dankjewel in ieder geval. Rij voorzichtig en we spreken elkaar. Later. Hoi. Je zei, ik zit er niet lekker in qua naam vandaag. Ik heb Jacco Joost genoemd. Ja, daarom. Daar was het ook van. Bij jou is het lastig. Ik kan jou moeilijk een andere naam geven. Godzijdank. Ik zie nu een tweetje van Jean-Paul Rizon. Ja? Die zegt van, in Frankrijk worden er wel conclusies verbonden aan de stand. PSG wordt kampioen gekroond en Toulouse en Amiens zullen degraderen. Okay. Waar we gisteren natuurlijk wat we ons afvroegen. In Frankrijk. Ja, inderdaad, zeker. Ja. Nee, dat is er zeker. Want in Nederland zijn er natuurlijk ook bepaalde consequenties aan de stand verbonden. Ja, daarom. Maar wat ik zeg, PSG wordt dus wel als kampioen gekroond. Gewoon echt als kampioen. En Toulouse en Amiens degraderen. Ja. En ik denk, maar dat eigenlijk is dit wat de UEFA wilde. Wat? Op basis van sportieve gronden, zeg maar, het seizoen beëindigen. Ja, gewoon het seizoen beëindigen alsof het eindstand is. Ja, inderdaad. Oké. Dankjewel voor deze informatie. Ik heb je nog trouwens helemaal niet gecomplimenteerd. Met je shirtje. Dankjewel. Welk seizoen was dit? Shit, nu ben ik team Chris. Dat was ook niet de bedoeling. Nee, ik heb daar eigenlijk ook niet zoveel mee met welk seizoen ik het vind is. Wel echt New Balance. Vind ik echt heel vet. Dank je. Wat hadden ze? Ze hadden Liverpool. Dat zijn ze nu natuurlijk even kwijt. Wat hebben ze nog meer? Weet ik niet. Maar nee, voetbalt voor mij op New Balance, toch? Is een van de weinige voetballers. Weet ik ook niet. Ja, oké. Okay. Maar ik zit even... Ik heb niet zoveel met merken en zo. Nee.
Nee, niet... Ik vond Under Armour bijvoorbeeld ook wel echt wel een heel vet merk. Memphis. Dat weet ik dan weer wel. Ja. Maar, ja, ik zit even... Jij hebt ook een leuk voetbalshirt aan. Dank je. Ja, ik moet ik ga wel weer voor shirtjes. Nieuw, waar zat jij met je gedachtes? Je maakt je zin in niet af. Gaat het? Ja. Je hebt het druk, hè? Ja, ik heb het ook wel druk. Dank u wel voor het kijken. Nieuw moet wat anders doen. Stan vraagt, gaan jullie weer podcast maken met de vaste crew? Ik weet niet. Wij maken toch al... Oh, dat wij wat maken. Vaker. Nee, ja. Dat klopt. Wij hebben vorige week... We zijn met heel veel bezig. Ja, er komt heel veel aan in ieder geval de komende periode. Dat is misschien ook al. Als je ideeën hebt om dingen die we zouden moeten doen. Ja. Dingen die je leuk vindt, dingen die je minder leuk vindt. Laat het vooral weten. Neil@fcafkikker.com of Bruce@fcafkikker.com. Zeker. Welkom toch? Alles van onze luisteraars. Voor kijkers. Even kijken. Ja, dit zijn voor de echte mensen die nu nog aan het kijken zijn. We komen denk ik... Niet voor de bots. Binnen 48 uur. Met heel tof nieuws. Is het 48 uur? Ik weet niet waar je op doelt. Jij weet zeker waar ik over bedoel. Bedoel je dat wat ik mee bezig was? Ja. Maar volgens mij doen we dat nog niet zo snel. Oké. Okay. Er komt heel... 72 tot 96 uur. Ja, binnen 72 of 96 uur komen we met heel tof nieuws. Ja. Nee, je moet juist publiek. Juist. Duimpie. Goed dat Janiek er weer is. Oh, dit is zo erg dat jij nu allemaal devs hebt gedaan. Maakt me niet zo uit. Nieuw versus Bruce challenges. Quizzen tussen Nieuw en Bruce. Luisteraars, Bruce is er ook niet bij. Bruce, wie heb je achterop? Ik denk niet Bruce niet. Nee. De Willem 2 nieuwtjes worden genegeerd, schandalig. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor jullie input. Berry, mag ik je danken? Directie de Willem 2 levert salades in bij wedstrijden zonder publiek. Gaan we het morgen over hebben. Martin van Geel. Zullen we morgen even proberen met Martin van Geel of met Joris Matthijs te skypen? Dat is goed. Ja, gaan we dat... nee, lekker Robbie. Dan doen we dat gewoon voor jullie morgen. Ja, gifjesmateriaal. Lekker Jorin. Lekker. Lekker. Niet? Dat mag voor mij. Okay. Yannick, goed dat je er weer was vandaag, jongen. Lars, geniet van je vrije dag. En jullie graag. Tot morgen.